Voorzitter, ik wil heel kort zijn met mijn bijdrage vandaag. Voorzitter, de schokkende gebeurtenissen te Pakistan met doden en verlies van haven en goed. Van anderen die veel beroering doen ontstaan in het land en daarbuiten. Voorzitter, we zijn vandaag de dag in een situatie beland in dit land. Alle problemen in de samenleving op economisch en sociaal gebied wordt toegeschreven aan deze regering. Aan deze president die bijkans 3 jaar aanzit. Men is kennelijk vergeten wie de veroorzaken zijn van deze sociaal-economische problemen in het land. De hoge koersen die tot gevolg hebben, hoge prijzen en daarmee de verarming van de samenleving, waarbij bepaalde groepen het niet meer kunnen uithouden. Voorzitter, de oorzaak hiervan ligt in het gevoerde financieel-economisch wanbeleid van de vorige regering in 10 jaar tijd, dus van 2010 tot 2020. De huidige armoede vindt zijn oorsprong daar, omdat de regering Venetiaan een gezonde economie had overgedragen aan regering Bouterse. En de regering Santokki een vernietigende economie heeft overgenomen van de regering Bouterse. Hier draait alles om in het land. Voorzitter, waarom ik mij verplicht voel om dit vandaag wederom aan te halen, is het feit dat mij als jonge Surinaal pijn doet om te moeten constateren dat de acties van de laatste week etnisch zwaar beladen zijn. Alles wordt richting een bepaalde etnische groep geschoven, Nadine Kuli. Voorzitter, bij de acties of de pijnlijke gebeurtenissen te Pakistan wordt de zaak ook in een etnische sfeer gebracht. Duidelijk gericht aan een bepaalde bevolkingsgroep. Hier in uw college en daarbuiten hebben leden van de oppositie, vooral de NDP, alles in het werk gesteld om de pijnlijke gebeurtenissen in de schoenen van deze regering en de president te schuiven.